Het was een spannende bloem. Ja. Een hele leuke Spaanse bloem. Heel veel hoogspanning. Ja. En de hoogspanning komt uit de waterkrachtcentrale. Daar vandaan. Dus daar wordt de waterkracht stroom opgewekt. En die gaat op vier hoogspanningsleidingen. De hele streek in en de directe omgeving. Moet je niet inklimmen, is niet gezond voor je. Ja, een schipvormig graf. Met gigantische stenen. Vraag je toch ook af hoe dan? Ja, het is een graf. Nee, het is een... Het is een graf of niet? Nee, dat is geen 42. Ik denk dat het, er staat daar een bord met informatie. Dit is weer zo'n vikingschip-achtig. Weet je wel, net zoals alle steinen. En dan zitten er ook twee van die stenen, dat dan zogenaamd een mastplaatsen zijn of zo. Dat hebben ze in de vorm van een schip. Hij is geen enorm. Dat had ik niet verwacht dat hij zo groot zou zijn. Gigantische keien. Die ook. Een gigantisch ding. Je weet niet hoe groot die is. Ja, het is echt heel groot. En jij bent ook 2 meter, dus... Nee. 1,78. Misschien nu
1,75 op mijn leeftijd. 3 centimeter verdronken. Ah nee hoor, dat valt wel mee. In de camper lijkt je kleiner. Dat het allemaal zo klein is, lijkt je kleiner. Nou, ik ga even naar het informatiebord. Ja, er komt nog iemand aankijken. Net even filmen natuurlijk. Jongens, wat groot. Wat is dat? Informatie? Vind je gewoon een brievenbus leeg toch over? Oh! Is dat niet dezelfde kaart die wij hebben of niet? Of nee, het is een andere. Oh, wat grappig. Is dat in de goede taal? Nee. Oh. Nou, dat is toch leuk. Kijk, dit is het van boven. Dan zie je dat het een schip is. Een boekje erover, wat leuk. Ja. Ja, het is altijd in de vorm van een vikingschip. Kijk, dit hebben ze gevonden. Mm-hmm. Met de radar. Ja, dan kom je hieruit. Het zijn 24 stenen. In dezelfde positie als dat ze eerst waren geplaatst. Ja, al in de vorm van een vikingschip. Ongelooflijk, hè? Leuk hoor. Deze man is dit lekker voor elkaar. Echt goed. Mooie wc, lekkere douche, in een huisje, gastenboek, gaan we ook even schrijven, wifi, heel veel foldertjes. Nou, je kan hier gewoon gaan zitten, dan is dit leuk. Wat grappig, jawel. En dat is een keuken zelfs. Nog een wc en een douche. Kijk aan. En een hele mooie Zweedse kachel. Oh, die vind ik zo mooi. Nou, wat grappig. Daar is nog een douche. Dat had hij niet verteld. En hier kun je lekker zitten. Hier is nog zo'n mooie. Ontzettend mooie haard. Wat een leuk huisje zeg. Nou, het is vlakbij een heel groot monument eigenlijk. Waarvan ik nog nooit gehoord had. Waar zitten we? We zitten vlakbij hier. Even kijken, films, dat heb ik gezien. Tidan. Hier zitten we, Tidan. We hebben gisteren dat monument bekeken. En nu gaan we weglopen, rijden met... Met magietjes ernaast. Daar hebben wij dan niet zo'n goede ervaring mee. Dus die staat hij hierop. Kijk. Zie, de HBO is die zelfs aanwezig. Skaraborg. Staat hij hierop? Dat dan weer niet. Dat is raar, hè? Hier weer. Fiskestad. Tian. Hier zitten we. We gaan hier zo, denk ik. Nee, we gaan hier ergens langs. We gaan in ieder geval naar een klooster toe. Ik dacht dat dat in Broedertorp was. Maar er zijn hier heel veel natuurparken. Er is hier heel veel geschiedenis, cultuur. Goed, we hebben die ook gezien. Panzermuseum. Maar daar zijn we helaas al voorbij gereden. Dat ging te snel. Oh jee, was dat iets? Ja, daar was iets. Nou, heel leuk gebied dit. En volgens mij wordt het helemaal niet zoveel bezocht. Het ligt tussen de twee meren in. De meeste mensen gaan er of rechts of links om voorbij. Maar de dwars doorheen is geweldig. Dus, gaan we doen. Nou, daar staan wij en de buren. Plek zat, zou ik zeggen. Hè? Zo, we rijden de Zweedse magietroute. We hebben al een heel leuk, we hebben een graf gezien van de koning. Gisteren natuurlijk dat vikingschip. En nu staan we bij een grafheuvel. Stora Reur. Hieronder zat dan een grafheuvel en die werd er helemaal bedekt met stenen.
De Stora-reur. Kijk hier. Hier is dit de grafkamer. En dan wordt het helemaal bedekt met stenen. Een van de grootste steengraven van Vaste Gotland. 30 meter lang, 4 meter hoog. En het wordt Stora-reur. Lange stenen mond. Pile of stones. Ja, dat is het. We hebben ze ook in de kust gezien. Vorig jaar. Ja, nou. Dat is uit de steentijd en de bronstijd. Gezellig. Nou, in de verte zie je het botje. Het Margrietroetje. Bijzonder dat ze dat ook in Zweden hebben. Super. Op naar nieuwe avonturen. Speurzoek in Zweden. Ja, wel, ja, nou is hij wel. Hé, kijk je uit. Is het niet een bosstraatje? Kijk, hier staat ook een keer op het spel. Allemaal met zo'n zonnebril. Oh ja, fijn. Ik denk dat dit ijskoud is, hè? Ik denk het ook. Zo, zonnebril even af. Kijk uit voor het gladde trappetje hier. Ja, ik zie het. Wauw. Ik zie hier ook van die ring aan. Daar zit hier hang, de ijskelder.
Dan was dit je uitzicht. Kan lelijker. Die bomen die waren er vast nog niet. Kloosterruïne in Vernhem. Vernhem. Dit de catacombes zijn. Ja, niemand weet het, hè. De sacristie. Hier mag men praten dus. Nee, daar. In dat hokje naast de cel. In het hokje naast de cel? Ja, en de cel was voor degene die het geboden hadden, de verboden hadden gebroken. Oh. Dus als je toch had gesproken, moest je naar de cel. Zo. Ja, ja. Dus de enige ruimte waar je mocht praten, was hier. Gedurende bepaalde tijden, vastgezette tijden. Is dit het hokje naar zeg maar het palaver, zeg maar. Hier mocht je praten. Ja, conversatieruimte. Ja, en praat je buiten de toegestaande tijden. Toch? Klooster is niks voor mij. En dan mocht je naar de cel, want dat was hiernaast. Hiernaast? Daar is de cel. Hiernaast. Dan zat ik daar wel de rest van de dag, denk ik. Daar, kruidentuin. En dan zal dit dan wel de keuken geweest zijn. Hey. Is de badkamer, ja? Even wat privacy. Hier kon je dan de hele dag zitten. Study and workroom. Oh. Tussen de planten. Dus hier waren ze de scriptoriums, oftewel de kopiërenafdeling. Ja, ja, ja. Hier zaten ze de hele dag over te schrijven. Af en toe een tekeningetje erbij te maken of een tekstje. Zo is de eerste Nederlandse zin is opgeschreven in zo'n ruimte. Hmm. Een monnik die heeft het erbij gezet. Oh. Iets met hoor de vogels zingen, iets dergelijks. Het is de eerste Nederlandse zin. Zo, zo, zo. Ja. Dit is de keuken. Lekker groot. Een eigen put. En een plek om te koken. Dan heb je een mooi overzicht van het hele terrein. Je stond net in de keuken. Hier waren we dan net met die boogjes. Het is een heel complex geweest. Dat is een heel complex. Met oude kloosterstenen. En niet zo dat je binnenkomt. Nou, we staan hier bij de kerk, Kloosterkerk.
kijken bij een grafveld, maar we zijn bijna opgegeten door de hond. Hey. Als ik ben opgegeten, dan kunnen jullie de beelden terugzien. Daar zit hij. Vogeltjes gaan lukken. Ja hoor. Ik heb weer een trap gevonden. Verboden voor honden. Geweldig. Jeetje. Hoe komen we hier nou doorheen? Even kijken. Ah, hier zit een nieuwe. Een haakje. Ja, het is allemaal... Jongens. Ah, zo. Mijn slimme koeien. Ik heb het heel slim gedaan. Hier doorheen. Haak je die weer op. Zo. En nou, maar hopen niet dat ze de stier in de web zet. Dat die op me afkomt. Het zal lekker wezen. Ja, we zijn er nou. We gaan nog door ook. Ik heb niks roods aan gelukkig vandaag. Hier omhoog. Jongens. Ga jij even kijken. Maar dan is de auto lekker cool straks. Want het is 30 graden in de auto. Ja. Fijn. Dan zijn we hier. Op het oude grafveld. Hier heeft volgens mij ook iets gestaan. Als ik hier zo de stenen voor volg. Wat ik nu met de camera doe. Dan lijkt het wel een huisje of zo. Ja. Ik loop dus nu midden door het huisje heen. Eens kijken naar het uitzicht, joh. Geweldig. Echt prachtig. Dan heb je dit in je achtertuin liggen. Hier liggen ook stenen trouwens, als ik overheen loop. Ja, dan hebben ze één zo'n ding in Engeland. Dan moet dan iedereen heen. Er staan busladingen vol. Ja, hier heb je het ook. En er staat dan niemand bij. Hier heb je helemaal alleen. Kijk. De oude eiken. Heilig in die tijd. Tenminste, bij ons wel. Dus ik denk hier ook wel. En dan staat hier het bord. De Je Nerders Bundernas Graver. Ja, van 1500, nee, van 500 voor Christus tot 1050 na Christus. Ze werden hier gecremeerd en dan hier begraven. Kijk. En in 1938 zijn twee van die graven onderzocht. Geweldig toch? Maar jongens, dat mooi. Maar wat een uitzicht. Hysterisch. Kijk, dit is weer de vorm van een vikingschip. Het is weer de vikingen. Prachtig.
Net op tijd. Komt de hele familie naar beneden. Yo. Ik dacht net al wat te horen. Nou, daar liep ik net. Is dit grappig? Oké, ik ga jongens. Het hek is weer dicht. Je kan er niet uit. En ik ben hier. Wow. Nou nog weer langs de hond. Karleby. En er ligt een keulen, wat dan een heuvel is. En er ligt een soort van gangrift, wat dan weer een ondergrondse grafheuvel is. En die lijkt verdorie veel, erg veel op een hengbed. Dus daarom gaan we er even heen. Daar ligt er ook nog een. Kijk, daar is ook zo'n grafheuvel. Daar is een grafheuvel. En hier is dus zo'n... Ja, ook een grafplaats. Dus daarin. Dit is wel de laatste hoor. Ik kan geen stenen meer zien, joh. De hele dag stenen gekeken. En vogels. We hebben een visarend gespot. Met een vis. Ja, dan moet het wel een visarend zijn. Dit is toch verdorie een hunebed. Doe. Dat is een ding met van die platen. Ja, dat is hetzelfde als die... Die andere. Die gang... wat was het? De vorige, zeg maar. Gastenboek. Ja. Nou, leuk. Dat was bij die vorige ook. Lag er ook. Nou, dit is toch gewoon dorie en dit is gewoon een hunebed. Ja, dit is toch een hunebed? Dit vind ik wel frappant. Nou. Dit is wel frappant. Ja hoor. Een hunebed. Ja. Ik voel me helemaal thuis. Maar het is een hunebed. Ik voel me helemaal thuis. Geweldig. Hoe vond je de route? Ik vond hem prachtig. Ik vond hem geweldig. Alfini vond het ook leuk. We zijn niet heel veel opgeschoten, maar we zijn wel... Dit is wel helemaal tof. Zo, we hebben betaald voor de camperplaats. 200 sek. Er stond 150, maar het is weer 200 geworden. En... We zijn nu in Eckhagens Fort Tiedby.